Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Bakshop. Mijn naam is Jasper en je hoort mij nu op dit moment praten door deze hele mooie Neumann TLM 102 microfoon. Vandaag gaat deze video over deze microfoon. Ik wil je er kort wat over vertellen en ik ga zo meteen op een Epiphone Masterbuilt akoestische gitaar wat spelen en dan staat deze microfoon voor en dan kan je horen hoe deze microfoon zou klinken bij bijvoorbeeld een akoestische gitaar. Allereerst, dit is een hele professionele studio condensator microfoon met een cardioïde patroon. En het is eigenlijk een van de instapmodellen van Neumann. Het is natuurlijk niet een hele goedkoop microfoon, maar het is voor Neumann een van hun goedkoopste microfoons. Daardoor is hij heel populair en kan je hem heel goed gebruiken voor heel veel studio doeleinden. De microfoon, wat ik al zei, is een cardioïde. Hij heeft een heel erg een flat response, noem je dat. Maar vanaf de 6 kHz, het hoog, zit er een kleine boost in, zodat je bijvoorbeeld bij spraak en bij zang net een beetje meer lucht in je opname krijgt, waardoor je heel mooi bruikbaar is voor hele zachte en subtiele dingen. Voor alle technische specificaties voor deze microfoon kunt u even kijken op de website. Er is een linkje in de omschrijving van deze video. Dan kom je op de productpagina van deze microfoon. En dan kan je alles even rustig nalezen en vooral even de technische specificaties oplezen. Wil je nou meer weten over deze microfoon, kan je natuurlijk ook even langskomen in de winkels. Je kan hem even uitgebreid testen of horen en je kan het personeel vragen als je vragen hebt. Vond je het een toffe video? Geef een like en abonneer op ons kanaal. Dan kunnen wij ook weer verder met uw nieuwe producten aanbevelen en alles informatie doorgeven. Ik ga nu dus even gitaar spelen en dan hoort u deze microfoon voor mijn gitaar. Alvast bedankt voor het kijken van deze video.